komt er nog een. Vorig jaar wisten we waar we aan begonnen. Ik denk dat Sander Luijt een hele goede taak heeft verricht. En dan niet in resultaat, maar dat wisten we ook van tevoren. Maar er staat wel een organisatie, dus daar mogen we hem dankbaar voor zijn. En we wisten ook dat we vorig jaar niet voor de prijzen zouden gaan. Het was allemaal nieuw, nu is het allemaal anders. Dus daar verwachten we ook wel meer van. Ik denk dat er nu wel echt een heel team staat. En vorig jaar misschien wel eens een keer, ik weet niet helemaal hoe dat was, maar... Dat het misschien niet een team was. Ik heb nu wel het gevoel dat er echt 11 strijders in het veld stonden. Sowieso zijn er een aantal meiden bijgekomen. En we hebben gewoon heel goede voorbereiding gedraaid. We hebben eigenlijk gewoon van de jongens alleen verloren op fysiek. Voor de rest gewoon heel goed gespeeld. Een hele goede voorbereiding. Dus ja, ik denk dat het daar aan ligt. Iedereen is zo hecht met elkaar en weet je, we willen allemaal één ding en dat is gewoon winnen. Dus als je allemaal één doel hebt, dan komt het goed. We willen gewoon sportief meedraaien en vorig jaar was geen goed jaar wat dat betreft. Maar dit jaar willen we op zijn minst mee gaan doen om te kijken hoe hoog we kunnen eindigen. Heerlijk. Heerlijk, echt. Zeker omdat het een oude club is. Oh, heerlijk gewoon. Ja, dat is heerlijk als je de eerste wedstrijd kan winnen. Dan, dat is alleen maar goed gevoel, toch? Het is zo'n leuke groep. En zonder dit groepsgevoel hadden we het niet kunnen doen. En met de staf uiteraard. Ik ben zo blij. Oh, het voelt zo heerlijk, echt. Oh, niet normaal. Niet normaal, ja. Doet heel veel hoor. Ja. Ik weet niet waar het gaat eindigen, maar we gaan van wedstrijd tot wedstrijd. En elke keer gewoon proberen te winnen. En dat is vandaag gelukt.